Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag zit ik op een andere plek, want ik ga mijn haren doen. En ik dacht, dit is misschien een handige plek. Ik weet niet hoe de rest van de wijk hierover denkt, maar goed. Wij gaan het gewoon doen. Het is heel lang geleden dat ik een haartutorial heb gedaan. Maar ik heb een soort van stijl die ik de laatste tijd gewoon elke keer als ik mijn haar heb gewassen doe. Dus het leek me heel leuk om die te laten zien. Het zijn gewoon lekker een beetje nonchalante, beachwave-achtig. Dus het leek me wel leuk om dat te laten zien aan jullie. Ja, beachwave-achtig. Ik vind beachwave krijgt tegenwoordig alles heet nu beachwave. Maar het is gewoon een beetje een nonchalante slag in je haar. En hij begint op dag 1 wat meer gekruld. En ik was 2 keer in de week mijn haar. En aan het eind zeg maar, van die tijd is het gewoon echt nog een... Dan vind ik hem eigenlijk bijna op zijn mooiste. De eerste dag is altijd een beetje, ik ben blij als het uitgezakt is. Dus dat zal je nu gaan zien. Maar naarmate de tijd vordert gaat het eigenlijk steeds beter zitten. Dus het leek me heel leuk om dat met jullie te delen. En ook gewoon een beetje wat ik dan in mijn haar smeer. Ik heb dus mijn haar vandaag gewassen. Gewoon met shampoo en conditioner. Soms doe ik een maskertje. Soms doe ik conditioner, hangt er een beetje van af. En dan eventjes doorkammen. Dat doe ik met de Tangle Teaser. En wat ik er, als het nog nat is, in doe, is deze Ethos Sea Salt Hairspray. Die maakt het gewoon lekker een beetje, geeft een beetje meer textuur en body, zoals hier ook staat. Deze. Ik heb heel veel Sea Salt spray geprobeerd, maar ik vind ze vaak heel plakkerig worden. En deze heeft dat niet, maar geeft toch een klein beetje dat stugge. Want ik heb van mezelf, ik heb heel fijn, maar wel veel haar en... spekglad, zeg maar. Dus als ik er niks mee doe, dan hangt het als een dweil om mijn hoofd. Ik ben al 625 jaar niet naar de kapper geweest, want corona. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet degene was die als eerste de kapper ging bellen. Wel voor mijn kinderen trouwens, vooral eigenlijk voor Niels, want Eden is niet echt nodig, maar Niels is heel erg nodig. Maar ik heb voor mezelf nog steeds geen afspraak gemaakt. Het is nu wel echt vrij lang. Maar ik probeer het gewoon goed te verzorgen tussentijds. En dan kan ik best wel even voort. Maar ik had nu wel bedacht dat ik al een afspraak ga maken hoor. Geen zorgen. En dan gebruik ik in de puntjes nog deze. Ik weet niet of die je daarop scherp stelt. Maar het is de Olaplex Bonding Oil nummer 7. En deze ik was op zoek naar een fijne hittebeschermer. En deze werd vaak... getipt, dus die ben ik nu aan het gebruiken. Ze zijn een paar druppeltjes, maar ik weet niet voor welke haarlengte dat is. Maar ik gebruik hem eigenlijk op dit hele stuk, zeg maar, doe ik het dan. En dan föhn ik mijn haar droog. En als het zo goed als helemaal droog is, in ieder geval hier al droog is, dan gebruik ik de Sebastian Dynamic Droog Shampoo. Gebruik ik al heel lang, voor wie mij lang volgt, weet dat ik die echt fantastisch vind. Voor zeg maar na het wassen, voor... tussentijds, dat doe ik eigenlijk pas de laatste dag. Dus ik was mijn haar op woensdag en zaterdag. Dus eigenlijk op vrijdag en op dinsdag gebruik ik ook droog shampoo. Maar dan gebruik ik echt een wat heftigere droog shampoo. Maar voor de gewone na het wassen vind ik het juist wel fijn als hij wel lekker dat stugge geeft. En zorgt dat het dus niet zo snel vet wordt. Maar niet dat het meteen zo'n super sturdy gebeuren is. En dan gaan we krullen. Dus dat gaan we nu doen. Eerst natuurlijk nog een beetje hitte beschermen. Want ik heb het natuurlijk wel gebruikt met feunen, maar daarna niet meer. Daarvoor gebruik ik deze. De Moroccan Oil Perfect Defense Protect. En iedereen vindt hem lekker ruiken. Ik deel die mening niet. Ik vind hem niet lekker ruiken. Maar dat heb ik ook met de Elnette. Die vinden ook veel mensen lekker ruiken. En dat vind ik ook niet. Dus misschien ligt het aan mij. Maar ik vind hem niet lekker ruiken. Maar we doen het ermee. Nou, dan kam ik dat nog een beetje door. En ik verdeel mijn haar eigenlijk gewoon in 2 helften. En ik doe het heel nonchalant. Dus ik ga niet allemaal netjes opspelden en doen. Ik begin gewoon... Ik maak 2 helften en dan begin ik. Ik gebruik een Remington krultang met zo'n dingetje. Vind ik gewoon makkelijk. Ik heb ook zonder, kan ook. Ik weet niet of hier verder een type op staat. Maar dat zal ik sowieso hier nog even linken. Maar deze heb ik al heel lang, vind ik super fijn. Ik ben sowieso echt wel dol op de Remington krultangen. Ik pak een plukje. Ja, het is niet super dun, niet super dik. Ga ik er 1 keer doorheen. Pak ik hem vast. Halverwege doe ik hem een slag en dan laat ik hem even zitten. Ik heb dit trouwens al een keer laten zien in een vlog.
Maar ja, ik vond het zelf wel lastig om hem terug te vinden, laat staan voor jullie. Dus ik dacht, ik maak het een keer een aparte. Dan haal ik hem eruit, dan trek ik hem door naar beneden. Dan zit er eigenlijk een soort slag in of een soort draai in. En dan draai ik hem weer omhoog. En ik draai de tang, zeg maar niet zo, maar eigenlijk een beetje schuin naar de zijkant. Dat dan de krul zo meteen het mooiste eindigt. Dan pak ik ondertussen alvast een nieuwe pluk. Dus ik ga weer één keer er doorheen. Ik gebruik jullie ook als spiegel. Dan sla ik hem om. Eén keer, dan wacht ik een paar tellen. Dan haal ik hem, ja, eigenlijk trek ik hem naar beneden zonder aan mijn haar te trekken. En dan trek ik nu de tang naar beneden. En dan niet helemaal tot het uitrijden, want die puntjes laat je vrij. En dan sla je hem weer om. Ook niet te dicht weer hierbij. Als ik hem nu, dit zou nog kunnen, nog één slagje. Maar hier een beetje ruimte houden en vooral bij de punt. Want die, zeg maar, bij de onderkant moet je altijd gewoon een recht stuk overhouden. Nou, moet niet, maar voor dat nonchalante beach effect is dat wel leuk. Nou, dan pak ik weer een plukje. En dan ga ik er weer doorheen. Zo, draai. En zoals je ziet, naarmate ik meer naar de achterkant kom, pak ik iets grotere plukken. Omdat ik het vooral natuurlijk, ja, aan de voorkant, zeg maar, vind ik het, moet het het beste zitten of zo. Ik weet niet, maar aan de voorkant, ja, ik weet niet. Ik vind het, aan de achterkant ben ik gewoon altijd iets nonchalanter. Maar omdat ik ook altijd denk, ja, altijd zit je haar aan de achterkant nonchalant. Niet dat je aan de achterkant niet je haar netjes doet, hoor. Helemaal niet, maar ja, ik weet niet. Je zal het straks wel zien. Het is, er zit ook gewoon een krul, maar daar zijn ze nog net even ietsje losser. En aan het einde doe ik ook altijd nog een paar plukjes bovenop nog even een extra krulletje geven. Nou, dit laat ik even drogen. Of eraf koelen bedoel ik. En hier begin ik altijd aan de achterkant. Ik kan niet goed uitleggen waarom, maar dan kom ik altijd beter uit. Misschien heeft het te maken met dat ik aan de voorkant wat kortere plukjes heb. En deze kant heb ik sowieso meer haar omdat ik natuurlijk een zijscheiding heb. Het hele concept van die TikTok video waarin ze zeggen dat bij iedereen een middelpart beter staat. Ik vind het niet bij mij. Ongetwijfeld bij de meeste mensen, maar ik word er een beetje een duffe dame van. Klinkt heel oud nu. Ik zag deze tutorial trouwens bij, ik zag deze haarstijl bij Whitney Simmons of zoiets heet ze, geloof ik. Die had het van haar kapper geleerd. Dat heb ik volgens mij in de vorige keer dat ik hem liet zien ook al verteld. Maar daar heb ik hem dus eigenlijk van. Alleen ik heb hem nog een klein beetje aangepast naar mijn eigen stijl. Maar dit hele concept met eerst een twist en dan hem weer oprollen, zeg maar, dat... Daar kom je niet zomaar op. Tenminste, ik niet. Nou, de laatste plukken zijn natuurlijk altijd... De voorste plukken, zeg maar, zijn het belangrijkst. En dan doe je hem eigenlijk... Oh, dat gaat niet goed. Ik zie het natuurlijk niet in het scherm. Tenminste, ik zie het in het scherm. Dat is altijd anders dan een spiegel. Eigenlijk moet je hem dus draaien. En dat hij dan ongeveer ter hoogte van je jukbeen komt. Want dan valt hij straks het mooist. Hij zit dus nu eigenlijk net iets te laag. Maar we hopen dat het goed komt. Oké, nou dan ga ik deze kant alvast een beetje losmaken. Ik doe dat, ik kan het nooit. Het ziet er bij mij heel gek uit. Ik zal iets lager doen. Schud ik het een beetje los. Zorg dat niet alle plukken aan elkaar geclusterd zitten. En dan kijk je nog eventjes waar zit nog een plekje dat wat meer liefde verdient. Meestal is het sowieso het voorste plukje. Doe ik nog eventjes de tang open en dan draai ik hem er nog even in. Laat ik ook weer een groot stuk vrij. Dan doe ik nog even kort. En dan hier ergens nog eentje.
En die hoeven dan ook niet helemaal koel te worden. En dit is dus letterlijk, ik ben nu met praten en zo erbij. Hij staat nu op 14 minuten. Dus nou ja, zonder praten heb ik dit in 10 minuutjes gedaan. En dan zit het gewoon 4 dagen goed. Dus in die zin vind ik het niet een heel... Ik heb dus een tijdje niet gedaan met het hele thuiswerken. Dacht ik, ja, zakt er allemaal in. Maar ik doe het nu wel weer, omdat het gewoon net eventjes een beetje extra geeft. En voor die kleine plukjes, dan doe ik dus gewoon steeds even het normale krullen zoals we het allemaal kennen. Zo. Nou, als ik dan goed los heb geschud, dan pak ik mijn lievelingshaarspray. En dat is dus ook een tip van die Whitney Simmons geweest, maar je kunt hem gewoon ook in Nederland bestellen. Dit is de Paul Mitchell Invisible Wear Undone Texture Hairspray. En ik heb heel veel texture sprays geprobeerd, maar ook die maken je haar vaak... Tenminste, mijn haar vaak zwaar en plakkerig. En deze doet dat totaal niet, maar geeft echt even lekker dat stugge gevoel. Dus echt, I love deze. Dus even schudden. En dan er gewoon goed een beetje doorheen sprayen. Niet te veel, niet te weinig. En dan even een beetje kneden. Nou, en nu zit het best wel gekruld. Maar dit zakt dus helemaal uit tot een hele nonchalante look. Dus ja, dit is hoe ik mijn haar doe. Ja, ik vind het heel fijn. Deze, ik doe dus vaak één kant achter mijn oor. En ja, je hebt een beetje, ik heb net de camera wat laag gezet, zodat je mijn hele haar ziet. Maar nou, hierbovenop een beetje volume, niet te gek. En hier lekker nonchalant. En een beachy. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel graag heel snel bij een nieuwe video. Doeg!